Jan-Martin van Rees, de wethouder hier in Almelo. Waarom hebben jullie hier uitbreidingsplekken van de fietsenstalling gemaakt? Nou, dat hebben we gedaan in verband met alle bezoekers aan het Amaliaplein in de binnenstad. Die zitten vaak hun fietsen neer in de Grote Straat en de Schuttenstraat en in de Hofkampstraat. En dat zorgt voor overlast. Daardoor kunnen ook de hulpdiensten minder goed bij het Amaliaplein komen als dat nodig is. En daarom hebben we de fietsparkeergarage uitgebreid. Zodat hier meer fietsen kunnen staan. En dat de mensen dus geen fietsen meer aan de straat hoeven te zetten. Omdat ze hier naartoe kunnen om de fiets te zetten. Het is hier veilig. Het is hier licht. Daarmee hopen we dat we ze straks kunnen stimuleren om daadwerkelijk hier de fietsen neer te gaan zetten. En zoals de Almeloer graag wil weten, is dat gratis? De fietsen hier stallen, natuurlijk is dat gratis. En doordat hier overal camera's hangen, is het ook nog een keer veilig. Het staat onder politietoezicht. Een veilige parkeergarage om je fiets droog weg te zetten. Zodat je als je 's avonds weer naar huis gaat op een droog zadel kan zitten. En geldt dat ook voor de e-bikes die zoveel gestolen worden hier in Almelo? Is het daar ook veilig genoeg voor? Ja, je e-bike moet je natuurlijk altijd goed op slot zetten en vastzetten als dat kan. Maar doordat hier camera's hangen, denk ik wel dat het extra veilig is. En denk je dat veel Almeloers gebruik gaan maken van deze stalling? Nou, we gaan in ieder geval stimuleren dat ze er gebruik van maken. Dus we gaan op het moment dat deze parkeergarage gaat nu open en wanneer het Amaliaplein ook weer helemaal 100% open gaat, gaan we mensen aansporen om hun fietsen hier neer te zetten. Er is hier een mooie fietsenstalling en die is uitgebreid. Hoeveel meer fietsen kunnen hier nu stallen? Er kunnen nu 300 meer fietsen hier staan. Dus de fietsencapaciteit is uitgebreid van 400 parkeerplekken voor fietsen naar 700. Juist. En wat denken jullie? Gaat dat lukken om al die 700 fietsen hier wekelijks te krijgen? Nou, laten we het hopen, want dat is goed voor de binnenstad en voor het uitgaansleven. En nu alles ook weer open mag, is dat wel een mooie opsteken dat er voldoende fietsparkeercapaciteit is. Dat is natuurlijk wel te kosten gegaan, ook van de auto, het autoparkeren hier. Er zijn 16 autoplekken hier opgeofferd om deze uitbreiding in deze fietsenstalling mogelijk te maken. Dus het aantal parkeerplekken voor auto's hier in P3, want daar staan we, is naar beneden bijgesteld van 70 naar 54. Ten aanzien van het autoparkeren geldt dat we een parkeerverwijssysteem hebben om de automobilist in een vroegtijdig stadium, als ze op de ring rijden, te laten zien als je naar een bepaalde parkeergarage rijdt, dat die al vol zit of niet. Want dan kan een automobilist een andere keuze maken om naar een andere parkeergarage in het centrum van Almelo te rijden. We hebben voldoende parkeercapaciteit voor auto's in de avond, in de nachtelijke uren. Als iemand hier lekker een diner gaat genieten in de horeca of gewoon lekker een borrel gaat doen. En we willen ervoor zorgen dat mensen niet verkeerd rijden, maar vroegtijdig al worden gesignaleerd. Parkeergarage X, Y of Z is vol, ga naar een andere toe. En dat systeem dat is inmiddels in de nieuwe borden op de ring geïntegreerd en wordt op dit moment getest voordat het in werking wordt gesteld. Dat is een heel mooi systeem, want dan hoeven mensen niet verkeerd te rijden.